Wat heeft mijn verhuis nu in godsnaam te maken met jouw gezondheid? Wel, ik vertel het je graag. Het is zo, dit is mijn eerste video vanuit ons nieuwe huis. Ons verbouwde nieuwe huis. En het is nog allemaal een beetje wennen. En ja, Luc en ik hebben dit huis een paar maanden geleden gekocht. We zijn er op slag allebei verliefd op geworden. Maar het was helemaal uitgeleefd. Dus wij hebben het helemaal moeten opknappen. We hebben het moeten schoonmaken. We hebben er heel wat oude spullen uitgehaald. En we hebben er, als het helemaal schoon was en een beetje verbouwd en vernieuwd, wat moest vernieuwd worden, hebben we er onze nieuwe spullen of onze spullen ingezet. En dat is een proces wat ik weer al heb onderschat. Ik ben al heel vaak verhuisd in mijn leven. En elke keer denk ik, oké, nu weet ik hoe het gaat. Nu ben ik goed voorbereid. Nu gaat het een fluitje van een cent zijn. En ook dit keer heeft het mij weer laten verrassen. Die massa spullen die ik toch vergaard heb in de afgelopen 7 jaar is het dit keer. Van harte welkom mensen die live kijken. Heel tof dat jullie er zijn. Welkom in ons nieuwe huis. Mijn naam is Tanja Hebrecht. En ik ben een coach die tips geeft aan dames die weer willen stralen en die weer helemaal gelukkig willen worden van het beeld dat ze zien in de spiegel. Wat heeft nu in godsnaam mijn verhuis te maken met wellness, met gezondheid? Wel, ik vertel het je graag. Kijk, toen we ons huis aan het verbouwen waren en ons aan het schoonmaken waren, dan hebben wij massa's afval naar buiten gedragen. Luc is een aantal keren met zijn camionet naar het containerpark gereden. En deze week, het begin deze week, heb ik zomaar liefst 11 grote vuilniszakken buiten gezet aan de straat. En oh, wat was ik blij als dinsdagochtend de vuilniswagen langskwam om ze allemaal netjes op te halen. En dat is wanneer ik moest denken aan ons lichaam. En aan hoe ons lichaam zich voortdurend zuivert. Zomaar vanzelf. Met een ingenieus systeem. Namelijk het lymfesysteem. En dat is waar ik het wil over hebben. En daarmee wil ik jou een van de eenvoudigste, maar een van mijn beste tips geven om zomaar en helemaal kosteloos, helemaal gratis, jouw gezondheid te verbeteren. En te kunnen beschikken over meer energie, je fitter te voelen en misschien ook een paar kilo's, gemakkelijker een paar kilo's te verliezen. Oké, het lymfesysteem. Ik wil graag uitleggen wat het precies is en wat het precies doet en waarom het zo belangrijk is. Want als ik mensen hoor praten over lymfe, dan is dat vaak in de context van kanker. En dan zeggen ze, oh, het zit al in de lymfe. Dan weten we dat het ernstig is. Maar wat is dat nu precies, lymfe? Ons lymfestelsel. Wel, om te beginnen hebben we zomaar liefst 4 keer zoveel lymfe in ons lichaam als bloed. 4 keer zoveel als bloed. Dus dat alleen al maakt dat het waarschijnlijk wel heel belangrijk is. En om je een idee te geven, ons lymfestelsel ziet er een beetje uit als ons bloedvatenstelsel. En kijk, de coach in mij komt naar boven. Dit is een afbeelding van ons lymfestelsel. Dus dat zijn allemaal, dat is een heel buizensysteem, een vatensysteem, lymfevatensysteem. Maar er is een heel groot verschil tussen ons lymfesysteem en ons bloedsysteem. Namelijk, ons bloed heeft een pomp. Een bloedvatensysteem heeft een pomp. Namelijk, het bloed pompt het bloed door onze aderen. Maar onze lymfe heeft geen pomp. Onze lymfe heeft wel lymfeknopen. En die lymfeknopen, ik weet niet of je het goed kunt zien op de afbeelding, maar die zitten voornamelijk onder onze gewrichten. Onder het kaakgewricht, onder de oksel, onder de schouder, in de lies. Dat zijn zowat de grootste. En die lymfeklieren, dat zijn als rubberen balletjes. En die rubberen balletjes die kunnen dus ingeduwd worden en die schieten terug. Toep, en dan gaan die toep, als een pompje fungeren. En op die manier gaan ze dus de lymfe, het lymfevocht, doorheen die lymfevaten stuwen, laten stromen. En dat is wat we nodig hebben. Maar die lymfebolletjes, die lymfeknoopjes doen dat niet zomaar. Die doen dat niet vanzelf. En u mag eens 2 keer raden wanneer ze dat wel doen. Ik zie dat er een aantal fitnesscoaches aan het kijken zijn. Jullie mogen niet antwoorden, want jullie kennen het natuurlijk. En daarmee heb ik eigenlijk al een beetje het antwoord verklapt. Ja, het is als we bewegen. Als we bewegen, als we kauwen. Als we
stappen, als we verhuizen, als we fitnessen, als we dansen, als we bewegen. Ja, ik zit op een fitbal. Ik zit altijd op een fitbal. Want ook als ik zit, wil ik bewegen. Want ik weet hoe belangrijk bewegen is. En mensen zeggen heel vaak, ja maar Tanja, ik heb geen zin om te sporten. Ik heb geen tijd om te sporten. Ik heb het niet over sporten. Sporten is fantastisch, sport is goed. Maar bewegen, daar gaat het over. Daarmee maak je het verschil. Dus als je beweegt, als je de trappen neemt en als je verhuist en als je stapt en squat en koud, dan ga je die rubberen balletjes dus induwen en dan poef, schieten die elke keer poef, terug en gaan die op die manier het lymfevocht laten stromen. Zoals gezegd, we hebben 4 keer zoveel lymfevocht in ons lichaam als bloed. Dus je kunt je wel voorstellen dat er redelijk wat moet rondgepompt worden. Want dat moet natuurlijk komen in heel dat lichaam. Nu, die lymfeknoopjes duwen dat in het lymfevat. En nu komt het ingenieuze systeem. Dat is het lymfevat heeft binnenin een heel bijzonder kleppensysteem. Dat zijn allemaal klepjes die doen dit. Dus dat is een kleppensysteem dat eens het vocht erdoor is, kan het niet meer terug. Dus het gaat toef naar het volgende, toef naar het volgende, toef naar het volgende. En zo wordt de lymfe dus verder gepompt. Oké? En dat is wat we willen. Waarom? Waarom? Waarom zit die lymfe overal? Wat is lymfe eigenlijk? Lymfe is vocht dat rondom je cellen zit. En kijk, nu komt de vergelijking met een huis. We kunnen ons lichaam eigenlijk beschouwen als een huis. Dat is de enige plek uiteindelijk waar we echt in wonen. Sta er maar bij stil. Dus het huis, dus kijk. Elke kamer hier in ons huis heeft een afvalbakje, een vuilnisbakje. En wij kieperen daar continu afval in. En 1 keer per week, dan kieperen we al die afvalbakjes uit in een grotere afvalbak. Of in een afvalzak. En dan zetten we die aan de straat en dan komt de vuilniskar die ophalen. Dat gebeurt net zo met onze cellen, met ons lichaam. Want kijk, elke cel is een levend iets. Dat eet wat wij erin stoppen. Dat doet dan nuttige dingen voor ons lichaam. Metaboliseert. En dan werpt dat afval uit. Ah ja, en dat afval komt in die lymfe terecht. Nu, hoe schoner die cellen zijn en hoe schoner het lymfevocht en de omgeving rond die cel is, hoe beter die cel kan functioneren. Dat is met ons ook zo. En dat bepaalt, hoe beter die cel kan functioneren en hoe langer die jong blijft. En is dat niet wat wij allemaal willen? Ja, toch? Dus het komt erop aan, dus jouw gezondheid wordt eigenlijk bepaald door, ja, akkoord, hetgeen je erin steekt in je lichaam, maar nog veel meer, en daar is waar mensen niet bij stilstaan, nog veel meer door waarvan je lichaam zich voortdurend ontdoet. Via de lymfe dus. Je lymfesysteem is het systeem dat je lichaam schoonhoudt voortdurend. Is dat niet redelijk geweldig? Ik vind dat wel. Dus, wat moeten we doen? We moeten bewegen. Dat is al duidelijk. En wat is nu het probleem? Wel, wij krijgen vandaag veel meer afvalstoffen te verwerken dan pakweg 100 jaar geleden. En we bewegen gemiddeld veel minder. En daar zit het kalf gebonden. Dus die lymfe stroomt niet meer. De cellen produceren afval. Komt in de lymfe, oké, daar is het voor voorzien, maar het wordt niet weggestroomd, het wordt niet afgevoerd, het vloeit niet weg of niet voldoende. En dan krijg je problemen. En dan word je moe en dan krijg je opgeblazen gevoel en dan ga je lymfe vasthouden, lymfedeem enzovoort, enzovoort. Dan gaat op de duur het lymfevocht zodanig verslakken en dik worden, dat het niet meer door die klepjes omhoog gepompt kan krijgen en dan gaan die klepjes niet meer functioneren en dan gaat al dat vocht naar beneden zakken en dan krijg je wat we kennen, die opgezette voeten en enkels en dikke benen enzovoort. Oké, vergelijk het met als je die afvalbakjes in je huis, als je die niet uitkiepert,
Als je die laat staan, dan gaat die beginnen overlopen en dan gaat die beginnen stinken. En dat is niet waar je wil in wonen. Dat is ook niet wat je voor je lichaam wil. Dus kijk, het is als een stroom in de wildernis. De wilde dieren die bewegen erin en die laten hun uitwerpsel erin vallen, maar dat is helemaal geen probleem, want de rivier stroomt voortdurend en maakt zichzelf voortdurend weer schoon. Dus op die manier is er geen probleem en dat is wat we voor ons lichaam nodig hebben. En heel eenvoudig, hè? Bewegen. Stappen, trappen nemen, fietsen, maakt niet uit. Maar bewegen zorgt ervoor dat je heel dat lymfesysteem in gang zet, in beweging zet. En dat die lymfe gaat stromen en dat je lichaam zich dus gaat opschonen en gaat schoonmaken. En dat jij je beter gaat voelen, dat je over meer energie gaat beschikken, dat je makkelijker gaat afvallen, dat je je fitter gaat voelen en dat je in het algemeen je gezondheid gaat verbeteren. By the way, als je beweegt, dan heel veel van die afvalstoffen worden uitgescheiden, lymfe, longen, luchtwegen, via de luchtwegen. Je ademt die uit, die afvalstoffen. Dus dat betekent dat het een goede zaak is om af en toe eens flink te puffen. En wat dat betreft raad ik aan om een voorbeeld te nemen aan onze kinderen. Kijk, als ik mijn dochter hier in de tuin zie lopen, met de hond bijvoorbeeld, dan zegt ze, mama kijk hè, ik ga nu op mijn snelst. En dan loopt ze heel snel, heel kort en dan... En dan komt ze weer even op adem. En dan pakt ze de bal en dan gooit ze die. En dan loopt ze weer samen met de hond heel snel. En dan weer even bekomen. En dat is nu net wat we nodig hebben. Dat is nu in trouwens. Dat is in de fitnesswereld heet dat nu HIIT training. Ze hebben er een naampje op geplakt. High Intensity Interval Training. En dat is de training die ik aan iedereen aanraad. Die ik ook aan mijn klanten aanraad. Dat is dé manier om je gezondheid te verbeteren. Dat is dé manier om je om te ontzuren. Dat is dé manier om je lichaam te ontdoen van afvalstoffen, om af te vallen, om je conditie te verbeteren. Enfin, HIIT training, daar is het om te doen. Dus dat betekent heel kort, 30 seconden, lopen alsof er een beer achter je aan zit. En dan 1 minuut, minstens 1 minuut, gewoon uitstappen. Of uitlopen, joggen. Een beetje afhankelijk van je niveau natuurlijk. Moet je zelf kiezen. Je kunt het met alles doen. Je kunt ook joggen en dan plots ineens het gedurende 30 seconden gaan pompen. Of je kunt jumping jacks gaan doen. Of je kunt ineens de trappen oplopen. Of je whatever. Als je er maar een interval en als je er maar een hoge intensiteit in steekt. Voilà. De moraal van het verhaal is dus, move your body. Daar is het voor ontworpen. Daar is het voor ontwikkeld en dat zorgt ervoor dat je je zoveel beter voelt. Dat je gezondheid verbetert, dat je makkelijker gaat afslanken, dat alle cellen in je lichaam goed beter kunnen functioneren. Kortom, het beste wat je kunt doen voor je gezondheid lijkt mij. En het kost je niks. Is dat niet fantastisch? Zo. Ik zie dat er ondertussen heel wat mensen aan het kijken zijn. Paulien, tof en Claudia. Oh, allemaal zo lang geleden mensen. Leuk dat jullie kijken. Ik ga eens kijken of er misschien vragen zijn. Dat zou altijd kunnen. Oeh, ik krijg een boos gezichtje. Van wie krijg ik een boos gezichtje? Oké, dank jullie wel om te kijken. Als jullie hier vragen rond hebben, als jullie hier opmerkingen over hebben, wat dan ook, of als jullie hiermee aan de slag gaan, laat het even weten. Reageer hier onder deze video in de commentaren. Heb je vragen? Ik beantwoord ze graag. Heb je opmerkingen? Ik lees ze heel graag. Reageer. Is er iemand waarvan je denkt, oh, dat zou wel eens nuttig kunnen zijn voor die persoon? Tag die dan even, deel de video, ga je gang. Hoe meer mensen we kunnen aanzetten tot een gezonder leven, hoe beter toch? Dan maken we met z'n allen een mooiere wereld van. En dat is toch wel onze opdracht, is het niet? Ik dank je hartelijk voor het kijken. Ik geef jou nog mee, draag goed voor je, zorg voor jezelf. Dan kun je ook beter zorgen voor anderen. En ik zie jou heel graag in een volgende video. Fijn weekend en tot de volgende. Bye bye!